Hoi, ik ben Pepijn van Runners Talk en in deze video vertel ik je wanneer en hoe jij weer kunt gaan trainen als hardloper als je besmet bent geweest met het COVID-19 virus. Mogelijk weet je dat ook ik helaas besmet ben met het virus en ziek ben geworden. Het gaat nu gelukkig beter met mij, maar ik ben zeker nog niet hersteld. Ik heb nog klachten die best vervelend zijn. Zo ben ik op momenten erg moe en kortademig. En ook mijn longen zijn nog altijd niet hersteld. Dat maakt dat ik per dag eigenlijk moet aankijken hoe het gaat. En dat is best vervelend. Want de ene dag kan ik gerust een half uurtje buiten gaan lopen. Maar de andere dag, als ik bij wijze van spreken de trap oploop of even een klein stapje naar buiten maak, dan moet ik alweer terug. Want ik ben dan gewoon te moe. Ik moet dan gewoon weer rust nemen. Die fluctuatie in mijn energie en in vermoeidheid maakt wel dat het best lastig is hiermee om te gaan. Maar goed, ben je nou zelf besmet geweest met het COVID-19 virus en een hardloper en wil je weten wanneer en hoe jij weer aan de slag kunt gaan, lekker kunt gaan lopen, kijk dan deze video, want ik heb het voor je uitgezocht. Wanneer kun jij nou als hardloper weer gaan hardlopen? Wanneer is het weer veilig? Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, eigenlijk weet helemaal niemand dat. Het COVID-19 virus is zo onbekend dat we eigenlijk niet goed weten wat dat op de lange termijn doet. Er zijn nu allerlei onderzoeken gaande om sporters, coronapatiënten te monitoren, maar ja, daarvoor is het eigenlijk nog veel te vroeg. Maar er zijn wel een paar onderzoeken die in ieder geval wat richting aangeven, waar je zeg maar rekening mee moet houden. Allereerst moet je 10 tot 14 dagen echt klachtenvrij zijn alvorens je weer heel voorzichtig aan wat mag gaan doen. Dus als je nog niet klachtenvrij bent, is het heel verstandig om dat dus niet te gaan doen, om af te wachten tot je helemaal bent hersteld. Eigenlijk is dat natuurlijk best logisch, want ook voor het virus, voor de hele pandemie, gold natuurlijk dat als sporter herstel een heel wezenlijk onderdeel is van je training. Als je dus besmet bent geweest met het COVID-virus en je bent klachtenvrij en het gaat 10 tot 14 dagen goed, dan kun je zeg maar gewoon gaan starten om weer hard te gaan lopen. Maar doe dat vooral rustig en luister naar je lijf. Je moet zeker niet meteen je oude schema oppakken. Je moet gewoon rustig aan doen en heel voorzichtig gewoon weer eens gaan uitproberen hoe het eigenlijk gaat. Want dat is eigenlijk het advies van alle sportartsen. Omdat ze eigenlijk geen richtlijnen hebben, gaan ze heel erg af op de perceptie zeg maar, van de hardlopers. Wat voor feedback geven zij na een training die gepland staat? Hoe vermoeid zijn ze? Hoe voelen ze zich? Dat is eigenlijk het sturingselement wat op dit moment het meest wordt gebruikt. Dus het is heel nuttig om een soort dagboekje bij te gaan houden, zodat je kunt meten voor jezelf hoe gaan die trainingen. En op die manier kun je heel langzaam je trainingen weer op gaan bouwen. Maar als je dat doet, doe dat dan rustig. Bijvoorbeeld met maar 10% qua volume iedere week bovenop, maar echt niet meer. En als het niet gaat, luister dan naar je lichaam. Wat zijn nou momenten waarop jij echt een arts nog zou moeten raadplegen? Nou, dat is een beetje ingewikkeld in zoverre. Je hebt natuurlijk vermoeidheid van zeg maar het trainen en vermoeidheid van eventueel corona wat nog in je lijf zit. Dus dat is een beetje lastig. Maar als je bijvoorbeeld echt heel erg kortademig wordt na een training of tijdens een training, of je hebt last van flauwtes of je valt zelfs flauw, dan moet je echt een arts raadplegen. Dan is het echt verstandig om te stoppen met trainen en eerst medisch contact te zoeken. Als jij een van de mensen bent die helaas in het ziekenhuis heeft gelegen, dan is het heel verstandig om voordat je actief gaat hardlopen, eerst een arts, je huisarts of de specialist in het ziekenhuis te raadplegen. Zij kunnen dan een aantal onderzoeken overwegen. Je moet dan denken aan bloedonderzoek, maar ook hartonderzoek en onderzoek aan je longen. Kortom, naast het zogenaamde bloedonderzoek kan er ook een hartfilmpje gemaakt worden, een ECG, en er kan ook zeg maar middels een MRI gekeken worden naar je longen. Waarom zijn die onderzoeken nou van belang? Nou, het coronavirus is nieuw. We weten niet precies wat het doet, maar er zijn wel aanwijzingen dat het virus mogelijk op je hartspier kan gaan zitten. Moet jij je nou ernstig zorgen maken over die ontsteking die je mogelijk kan oplopen aan je hartspier? Nou, de onderzoeken zijn een beetje wisselend. Het is wel zo, er is een onderzoek waaruit blijkt dat als je in het ziekenhuis hebt gelegen, je daar een hogere kans op hebt dan dat je milde klachten hebt gehad. Maar tegelijkertijd is er ook weer een onderzoek waarbij eigenlijk blijkt dat het voor beide groepen geldt.
Kortom, het is nog onduidelijk en de kans dat je het krijgt is niet zo groot, maar die is wel aanwezig. Je hebt gewoon een vergrote kans dat als je besmet bent geweest met het COVID-19 virus, dat je hartspier wordt aangetoond. Dat daar littekenweefsel op kan ontstaan. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Kortom, doe gewoon voorzichtig. Maar het is niet zo dat sporten slecht is. Integendeel. Jezelf weer in goede conditie brengen op een rustige manier, geleidelijk aan. Dat is natuurlijk eigenlijk heel goed. Dus dit is geen filmpje om je bang te maken om niet te gaan lopen. Maar het is wel iets waar je gewoon rekening mee moet houden. In deze video heb ik je verteld wanneer en hoe je zelf weer kunt gaan hardlopen als je besmet bent geweest met het COVID-19 virus. Als je op dit moment nog ziek bent of herstellende, dan wens ik je heel veel beterschap. Ikzelf zal ook nog moeten herstellen en het zal nog even een tijdje duren, maar ik weet zeker dat komt helemaal goed en aan het eind van dit jaar of misschien zelfs volgend jaar ga ik zeker weer lopen. Tenminste, dat hoop ik. Vond je deze video nou informatief? Druk dan even op het belletje of abonneer je op mijn kanaal. Op die manier kan ik nog meer video's voor je maken en krijg je nog meer tips en tools over hardlopen. En keep on running.